Dat was een groot moment, denk ik, voor iedereen. Ook voor allerlei hoogwaardigheidsbekleders uit de provincie en uit Den Haag. Dat deze stap gezet was. Want zo eenvoudig was dat nou ook weer niet om nog een nieuwe universiteit te beginnen. En zeker niet zo eenvoudig om een nieuwe 8e medische faculteit te starten. Er zit ergens op de tweede rij, half verscholen achter iemand anders, een man die toen ook al iets wat kaal was met een snorretje. Dat is totaal anders dan ik er nu uitzie. Ja, daar zie ik mezelf nu eindelijk, ja. Veel tijd en moeite hebben gegeven om deze plechtigheid mogelijk te maken in de sfeer waarvan wij getuigen zijn geweest. Thans is het moment gekomen. Thans was een uitermate bevlogen man met uitgesproken idealen. Hij had als politicus die zich bepaalde doeleinden stelt, bepaalt ook wel trekjes van doorzetten tot het randje. Dat leidde ook wel eens, vooal in kleinere gezelschappen, wel eens tot ongenoegen. En hij kon daar goed tegen. En daarmee verklaar ik de eerste academische zitting van de Rijksuniversiteit Limburg voor gesloten. Ik ben zelf op wat wonderlijke wijze hier terechtgekomen. In 1973 werd ik gevraagd om lid te zijn van een groep die van hoogleraren in Nederland. Die moesten kijken naar hoogleraren economie, psychologie en sociologie voor de faculteit hier. En ik was op dat moment decaan van de faculteit sociale wetenschappen in Leiden. Dat was dus, ik was betrekkelijk jong. En mogelijk ook onervaren in dat vak. En toen heb ik op een gegeven moment besloten om mijzelf kandidaat te stellen en mij terug te trekken uit die commissie. Omdat ik eigenlijk vond dat Maastricht mij een grote kans zou geven om dingen te doen die ik belangrijk vond. Wat mij het meest aantrok was in de eerste plaats dus de verandering van onderwijsbeleid. Hier werd gekozen voor problem-based learning, waarbij dus het oude idee van een universiteit is een zaal waarin een hooggeleerde heer wat vertelt aan mensen die ongeveer 30% daarvan tot zich kunnen nemen. Je legde als het ware het doctoraal examen, in klassieke termen, af door elke 3 maanden een grote lijst met vragen. En de bedoeling was dat je daar leerde. En dat is in de geneeskunde toch een heel belangrijk punt, is dat je niet alleen kon zeggen of iets goed of fout was, een antwoord of een stelling of weet ik wat, maar dat je er ook kon antwoorden, ik weet het niet. Want dat is het allerbelangrijkste om in vakken als geneeskunde te zeggen, dat je op een gegeven moment kunt zeggen, ik weet het niet, want ik moet het uitzoeken. Dat is dat zijn allemaal veranderingen die in Maastricht de grond zijn gekomen. Inclusief dus het onderzoeksbeleid waarin bijvoorbeeld scholen over hart- en vaatonderzoek enzovoort ontstaan zijn. Die betrekkelijk veel invloed gehad hebben. Geluk op de toekomst. Neem dit mee en ga naar de club. En je mag dit alvast meenemen, de rest krijg je daarin. Ik was dus erg gelukkig in de eerste 5 jaar. Maar die woorden werden dus in hoge mate, dus van zou zeggen van zeg maar dan van 73 tot 80, door strijd. Dat was veel strijd gewoon, om gewoon te blijven bestaan als universiteit. De koers die tenslotte gekozen is, wijkt daarom vrij sterk af van de gangbare. In de strijd die hier geleverd moest worden, die op vele fronten was die niet de meest geschikte persoon. Hij is als vernieuwer van medische curricula, heeft hij natuurlijk geweldig goed werk gedaan, maar hij was niet, na die vernieuwing, was hij niet de man die het erin vocht. Ik durf stellen dat de vernieuwing die wij nastreven zal bijdragen tot verbeteren van de relaties tussen universiteit en samenleving met behoud van traditionele universitaire waarden.
toen ik hier aankwam, dacht ik, nou ga ik leuk inhoudelijk werk. Hè? Meer dan ik in Leiden kon doen. Omdat ik daar decaan was van die faculteit waar ook die nieuwe wetten moesten worden geïmplementeerd. Ik was daar hoogleraar methodologie van sociale wetenschappen. Ik dacht, dan ga ik wat anders doen. Maar toen ik hier kwam, bleek ik eigenlijk van alle collega's de enige te zijn die ervaring had met de nieuwe wetgeving, met hoe de faculteit runt. Alle anderen hadden die ervaring gewoon niet. Die waren goed in hun vak, ongetwijfeld. En misschien nog wel heel erg goed. En sommigen heel erg goed. Maar ze hadden geen ervaring in hoe je een universiteit runt. En dat was ook niet de sterke punt van Tans. Die was niet iemand die nou eens lekker ging uitzoeken hoe je een faculteit op poten zet. En wat je dan, hoe je moet zorgen dat er reglementen komen. En dat je goede vriendjes blijft met het ministerie. Dat was toen nog van het allergrootste belang. En een van de redenen is dat ik toen meteen eigenlijk vrij snel ook voorzitter van de universiteitsraad werd. En dat was dus een nieuw orgaan in de 70er jaren. En van daaruit ben ik constant in allerlei bestuurlijke functies gerold. Ik heb hele goede herinneringen aan samenwerking met in het bijzonder dus Van der Bichelaar, de toenmalige voorzitter. Ik ben in het college van bestuur gekomen op het moment dat Tans wegging. Ik heb hem niet opgevolgd, maar ik bedoel, dat was de positie. En toen werd Van der Bichelaar, die uit een uitgeversfamilie kwam, die werd dus voorzitter. En ik vind dat hij dat voortreffelijk gedaan heeft. Want het was toen een tijd waarin toch aan de stoelen van de hele faculteit, universiteit, geknaagd werd. En er moest bezuinigd worden voor het eerst in de eind 70er jaren. Toen zijn allemaal plannen gemaakt. En bovendien moesten we bewijzen dat het echt goede artsen waren, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar Van der Bichelaar heeft het geweldig gedaan. Ook mede gezorgd voor het feit dat die beroemde motie over de 6000 studenten van Deetman gerealiseerd kon worden. Dus aangenomen kon worden in de Tweede Kamer. En dat was samen ook vooral met Co Greep, de decaan van de medische faculteit, want dat was een klassieke mannetjesputter. Zonder Greep had de medische faculteit nooit ingedaald hier in het ziekenhuis en in de plaatselijke omgeving. En ik denk dat als rector mijn voornaamste wapenfeit is dat er een nota internationalisering is aangenomen. Waarin een aantal dingen dus voorgesteld werden, omdat de tijd daar rijp voor was. Ik bedoel, Maastricht had een groot succes. Dat succes zat hem ook in de internationale kant van faculteit als economie, maar ook in de onderzoekskant van geneeskunde enzovoort. Grote aantallen studenten begonnen te komen, dus daar moest je op inspelen. Wij hadden dus een geweldig voordeel. Dat in 1991 is dat dus het verdrag van Maastricht. Dus heel de wereld wist, maar in ieder geval mensen die zich met dit soort zaken bezighielden, politiek en universitair, die wisten dat Maastricht bestond. En dat zie je direct terug in aantallen Erasmus-studenten, in studenten uit het buitenland die komen enzovoort. Dat is een. Bovendien denken ze dan dat hier een eeuwenoude universiteit staat in Maastricht, zo'n oude stad. Maar dat viel misschien tegen. Maar dat was een van de redenen waarom ik voorgesteld heb om de naam te veranderen. En als ik zeg, ik heb dat voorgesteld, nee, dat was iets wat rondzong. Maar waar ik toen werk van gemaakt heb, en daar was ook wel verzet tegen. Want de Rijksuniversiteit Limburg. Limburg vond het eigenlijk niet leuk, de provincie, dat de naam werd veranderd. Ja, op zich vind ik de rectorspositie aantrekkelijker dan vicevoorzitter. Want als vicevoorzitter heb ik dus een groot aantal jaren al, in 1978, deed ik personeel en financiën, weet ik wat allemaal. En later ook weer, financiën later niet meer, maar personeel heb ik altijd gedaan en zo. Dus ja, dat is een hoop werk. Maar niet direct wetenschappelijk, zal ik maar zeggen.
Rector zijn is inderdaad leuk, omdat je dus daar een functie krijgt waarin je in ieder geval op dat moment en met dat college van bestuur kon bouwen aan de internationalisering, in het bijzonder dan in mijn situatie. En dat is misschien de finest hour, maar ik heb meer finest hours. Op zichzelf de strijd om het behoud van Maastricht rond 1980 is, en het slagen van gezondheidswetenschappen, want door gezondheidswetenschappen is voor het eerst groot aantallen studenten naar Maastricht gekomen. Hè. De medische faculteit heeft altijd een numerus fixus gehad in die tijd. Dus je krijgt langzamerhand een situatie die vergelijkbaar is met de situatie in zeg maar rond 1965. Waarbij dus ook de student in het verdomhoekje zag, maar bovendien ook het jongere docentenkorps, dat er toen nauwelijks was, maar voor zover het er was, behoorlijk in de verdrukking zat. Je ziet nu hetzelfde gebeuren, dus er is steeds meer aandacht weer gekomen voor het onderzoek. Dat moet dus allemaal, dat zijn allemaal kleine, nou niet kleine, maar projectmatig is dat allemaal. Het moet allemaal goed afgerekend worden. Je wordt elk jaar afgerekend op het aantal artikelen wat je geschreven hebt enzovoort. Er ontstaat dus een soort bedrijf. En dat gaat ten koste van onderwijs. Je moet, denk ik, als een betrekkelijk kleine universiteit die niet alle faculteiten heeft, niet per se willen dat je dus in de top 30 van de research universiteiten van de wereld terechtkomt. Dat is onzin. Onbegonnen werk.